Sytre de Boer de vredesakker ploegen. Mijn moeder heeft Jans foto op de kast gezet. Mijn vader geeft in het graf een antwoord aan die vroegen. En de oude man, hoe draagt hij het? Ik heb meer versjes geschreven. Robert Long koos er een uit om te zingen op een plaat. Vannacht is juffrouw Niftering gestorven. Het was het hart, haar hond zit voor de ramen. Het stomme dier, ze waren altijd samen. Hij heeft er hele eenzaamheid georven. Want 50 lange jaren leefde ze alleen. Maar dapper weet u, klagen deed ze niet. Ze was veel te blijmoedig voor verdriet. En eer ze eraan toekwam, ging ze heen. Ja, da, da, ja, ja, da, dan. Ja, da, da, ja, ja, da, dan. Ze werkte heel haar leven bij de post, waar ze blijmoedig iets sorteren moest. In de vakanties ging ze altijd maar naar Soest. In zo'n pension waar het zo weinig kost. Ze hield van boeken met een vleugje romantiek. Haar strijd heette de anti-vivisectiebond. Bij al die wreedheid dacht ze aan de hond. En voor de hond was ze blijmoedig fanatiek. Ja, da, da, ja, ja, da, dan. Ja, da, da. Met ons Oranjehuis leefde ze innig mee. Ze liet de radio maar zelden onbeluisterd. Zo menig hoorspel heeft haar blik verduisterd. Dan viel er soms een traantje in haar thee. O, juffrouw Niftering, wat was uw leven goed. Wat was het omo wit en stil en onbeduidend. U zong uw liedje zacht, maar het klonk wel luidend. De hemel weet wel hoe het verder met u moet. Ja, da, da, ja, ja, da, dan. Ja, da, da, ja. Wat fascinerend dat u nu een engel bent. En dat u zweven kunt, u was zo corpulent. Uit mijn verhaaltjes kies ik eens per jaar een bundel. Maar voor die uitkomt, gebeurt er heel wat mee. In de binderij een soort goochelnummer. Ten slotte zie je duidelijk wat je hebt aangericht. Als die bundel dan is verschenen, mag je een middagje signeren in een boekhandel. Daar ontmoet je dan je lezers. En dat is leuk of verrassend. En zou u erin kunnen zetten voor mijn lieve Jan? En daar mijn naam onder? Ja. Maar het is toch mijn lieve Jan, niet? Doe dan maar voor Jan.
Alleen een handtekening, alsjeblieft. Dank u wel. Dag. Goedemiddag. Kunnen we ook mijn boek signaleren? Jazeker. Oh, fijn. Ja, maar dat boek, dat is niet van mij. Nee, is van mij. We hebben van de week gekocht bij de sigarenzaak. Ja, maar ik heb deze roman niet geschreven. Het spijt me. Ja. U bent toch de vrouwenarts, dokter Dick Faber? Nee, ik heet Carmichelt. Carmichelt? Carmichelt. Dat is toch een pseudoniem, Carmichelt? Wie heet dan nou Carmichelt? Nee, u bent de vrouwenarts dokter Dick Faber. Ik heb al uw boeken. Ik heb alle boeken van de vrouwenarts dokter Dick Faber. Heb ik allemaal. Alle romans van dokter Dick Faber. Ja, u hebt toch echt de verkeerde schrijver voor... Ja, nee. Nou zit u mij een beetje te bescheiden. Hè? Want u bent de vrouwenarts dokter Dick Faber. Maar dat wil u natuurlijk niet weten. Want anders gaan al die vrouwen je vragen of je... Of je even wil kijken tegelijkertijd, hè? En dan komt er natuurlijk niks van signaleren, hè? Nee, dat begrijp ik wel, joh. Moet je daar nou lang voor leren, voor vrouwenarts te worden? Nou, het is natuurlijk een pittige studie, maar... Zie je wel dat je dokter Dick Faber bent? Je bent dokter Dick Faber, joh, maar je bent het vergeten wat je allemaal zelf hebt geschreven. Dit is al nummer 62, hoor, roman van dokter Dick Faber. En de man heeft 62 romans geschreven. Als ik nou een stukje voorlees, dan weet je het wel weer. Hè? Deze was dus... Voor jou gaat de zon weer schijnen. Heb je ook geschreven, nummer 62. Moet je luisteren. Weet je het wel weer? Luister. Ik zal dit voorlezen. Mag ik even? Ik kan het voorlezen. Oké. Voor jou gaat de zon weer schijnen. En je leven begint overnieuw. Opnieuw. Je leven begint opnieuw. Zij keek hem met haar grote blauwe ogen angstig aan. 7 maanden, fluisterde zij zacht. Het kostte hem moeite om haar te verstaan. Zij had snijwonden, grote japen, aan armen en benen. Zo. Voor hij haar verder kon onderzoeken, moest zij eerst van haar kleren worden ontdaan. Weet je het nou weer? Ach nee, ik kan uw boek echt niet signeren. Ik schrijf hele andere boeken. Hé? Oh. Oh, ja. Hele andere boeken, ja, maar die gaan toch ook wel een beetje over, weet je het wel? Want hier, hij, hele andere boeken schrijft hij. Kijk eens, Poespas. Poespas. Ik weet huis wat een poes is, hoor. Hele andere boeken dan dokter Dick Faber. Kom nou. Hier, fluit in het donker. Fluit in het donker. Lekker met je fluiten in het donker. Leuk, hè, met je fluit in het donker. Klein beginnen natuurlijk. Ja, want je kan niet heel lang met zo'n grote kaneelstok lopen, hè. Dus je moet klein beginnen, ja. Pingpong. Pingpong in het donker, zou ook leuk. Pingpong in het donker, zou lekker heen en weer. Hè? Lekker zo, met een balletje heen en weer. Lekker, hè? Kroeg lopen. Oh ja, nou begrijp ik hoe je het doet. Dus je neemt ze uit de kroeg, neem je ze mee naar huis. Hé? Maar je vrouw, die slaapt dan al. Dus dan moet jij met ze in de woonkamer. En voor jij haar verder kan onderzoeken, moet zij eerst van haar kleren worden ontdaan. Hè? Dus dan zet jij 2 stoelen tegen elkaar. Hè? En dan wil je net een beetje lekker beginnen te vliegen vangen. Laten we het dan maar noemen zo, hè, vliegen vangen. Je begint eigenlijk wil je een beetje gaan toren aan de lijn, hè. En schuif ineens die stoelen aan elkaar, zeg. Oh, hè, valt dokter Dick Faber tussen 2 stoelen. Nou, dan zingt hij wel een toontje lager, hè. Niet dan. Zeg, duivenmelk is ook lekker, hè. Duivenmelk, doe jij dat ook? Duivenmelk, lekker, hè. Duivenmelk is leuk, hè. Leuk, hè, die kleine handjes zo onder zo'n duif. Moeilijk, hè, onder die duif, maar is lekker, duivenmelk, hè. Oh, en kijk eens, een Hollander in Parijs. Nou, je weet wel waarvoor een Hollander naar Parijs gaat, hè? Hollander gaat maar voor 1 ding naar Parijs. Mooie gebouw, hè, Parijs, met die net Carlson. Mooie gebouw, hè? Daar gaat de Hollander toch van naar Parijs? Hé, nee, dat is niet waar. Ben jij dat? Ben jij dat op dat hondje? Ah, kijk eens. Zit dokter Dick Faber naakt op een hondje. Wat een lekker glad hondje, hè? Was natuurlijk een regenachtige middag. De hondjes eigen de pest vervelen. Tilde jouw moeder je even gauw bloot op dat hondje, lekker, hè? In het begin had het hondje helemaal gezien, maar later vond hij het wel leuk, hè? Je bent trouwens gek met dieren, hè? Zie ik haasje over. Heb je ook veel gedaan, hè, haasje over? Zij over een haasje springen, dan op het andere haasje terechtkomen, dan weer terug. Weer over het andere haasje, lekker, hè, haasje over. Uitkijken van je haren, hè? Maar wel lekker. Ja, dat hondje vond het in het begin helemaal niet leuk. Maar je moeder had gelijk, hè? Dat schrijf je toch zelf hier? Mijn moeder had gelijk. Mijn moeder had gelijk. Viespeuk. Viespeuk. Wat een viespeuk, zeg. Viespeuk, die man. Viespeuk, hoor. Hieruit.
Schrijven kan nog meer gevolgen hebben. In Delft wordt bijvoorbeeld een nieuwe school naar je genoemd. Soms schrijft een kleine leerling je een veelbelovende brief. Beste meneer Carmichelt, ik zit op de Simon Carmichelt school, derde klas. En ik zou best eens een boek willen maken. Ik lees veel boeken en ik vind het erg leuk. Als ik een boek zou kunnen maken, zou ik het liefst een kinderboek willen maken. Met wat kleine verhaaltjes. Maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Zou u me informatie kunnen geven? Mijn naam is Marieke Tigers, 8 jaar. Ik heb een brief van meneer Carmichelt teruggekregen. Ongeveer zo'n velletje. Aan beide kanten beschreven. Ik vond het erg aardig van hem. Om je onsterfelijkheid definitief te bezegelen, kom je bij Madame Tussaud te staan met een ingebouwd geluidsbandje dat 600 keer per dag zegt: waarom sta ik hier? Ik heb kleinkinderen en als één van die kleinkinderen later een boek vol bittere jeugdherinneringen wil schrijven, heb ik nu al een mooie titel. Mijn opa stond bij Madame Tussaud. En het kan niet op. Fervente lezers van je werk starten een Carmichelt-kring. Maar daarin leidt meningsverschil tot scheuring. Zo hoort dat in Nederland. Er zijn dus nu 2 Carmichelt-kringen. De serieuze en de zeer ironische dissidenten. Carmichelt-kring? Daar hebben wij niets mee te maken. Daar zijn we van afgescheiden. Dat zijn zulke fanatieke mensen. Ja. En daar is hij, Simon Carmichelt. Maar die hoef je niet voor. Dit hoort er gelukkig ook bij. Gezellig bij Mies op de bank met 5 miljoen toekijkertjes. En dan de laatste, een vrolijk slot. Wat willen jullie op je grafsteen hebben staan? Simon? Ja? Nou, Dorothy Parker, de schrijfster, die wilde op haar grafsteen zetten: als u dit kunt lezen, staat u te dichtbij. Theater. Voor Wim Kan maakte ik eens een tekst over de raadselachtige inhoud van dit kinderliedje. Die zegt, nou, het was een wonder boven wonder. De directeur zegt, hoezo? Hij zegt, dat die beren smeren konden. Nou wordt het voor de directeur zeer precair. Nou denkt die flip, ze weet biologisch meer van de hele zaak af dan ik. Daar gaat mijn hele proefschrift, mij kan niet schelen, maar voor mijn moeder vind ik het alleen. En dan geef me een druim tegen mijn hersens, dan kan ik het. Vroeger kon je lachen, maar nou niet meer. Een Amsterdammer die dit misverstand huldigde, schreef ik eens op voor Wim Sonneveld. Daarom vraag ik u af, meneer Sonneberg, waar is de gulle lach op heden gebleven? Dat vraag ik u af. Enfin, ik ga mijn cafeetje binnen, het hoekje, daar zit ik altijd. Ik vraag hem een grote pils, een levensgrote. Aan de bar zit blauwe Harry, dat is een vent die heeft 13 kinderen en die heeft pas een auto gekocht van de kinderenbijslag. En hij zingt altijd, nou ook weer, want hij had hem al vroeg zitten. Een aria zong die uit Rigoletto. Hij is uitgezongen, hij zegt tegen mij, mooi hè. Ik zeg, ja, je zingt wel lekker, het komt alleen een beetje rottig je strot uit. Ik zeg, het is net of ik de play hoor doortrekken. Een aardig gaatje, meneer Sonneberg. Ik heb een borreltje op, u weet hoe dat gaat. Ik was goed gemutst. Wat dacht u dat hij moest lachen? Hij wou meteen bij me naar buiten. Hij zegt, ik grijp je. Ik zeg, ten alle tijde, goede blauwe Harry. Hoewel ik vanmorgen om 10:30 al op de vuist was en de vet in de bol. Ik zeg, maar waar is jouw gulle lach op heden gebleven? Dat vraag ik jou af. Een fijne kastelein, die sust het. We drinken het af. We zitten nog een paar uurtjes, gezellig. Harry zingt nog een paar moppies, maar het werd gestadig valser. Dus ik denk, weet je wat, ik ga eens naar buiten een beetje uit de wind zitten. Ik kom op de schans, meneer Sonneberg, daar staat een kerel naast een auto. Die auto is tegen de tram opgereden, de hele voorpaai in de poeier. Ik ga op die man af, ik zeg niks aan de hand hoor, vader. Alleen maar wassen en water golven. Een
geweldig geintje, meneer Sonnenberg. Ik had een borreltje op, u weet hoe dat gaat. Ik was goed gewitst. Wat dacht u dat hij moest lachen? Weet u wat dat chagrijn tegen me zei? Zeg jou eens even in elkaar rammen. Ik zeg, nou, dan mag je eerst wel eens even de floto bellen, want ik lust er wel 6 van jouw postuur. Rauw bij een kopje slappe thee. En fijn, toen bond hij dan ook in. Maar hebben ze goed, meneer Sonnenberg, vraag ik u af, waar is de gulle lach op heden gebleven? Dat vraag ik u af. Nee, dan vroeger. Hou ik u op? U staat zo te wiebelen. Nee, meneer, vroeger kon je lachen. We waren thuis met z'n 16, een vader, moeder, 14 kinderen. We wonen in een huisje op Kattenburg. 1 kamertje en een keukentje, meer niet. Mag al lachen, meneer Sonnenberg. En er gebeurt nog meer met je werk. Otto Jongerius maakte er een serie televisiefilmpjes van. Dit is er een. Een paar, heet het. Vrijwel geen gesproken tekst, louter waarneming van menselijk gedrag. Nou ja, menselijk. Echt reclame voor het huwelijk is het niet. Ja, als je maar van mijn knie afblijft. Heb ik een hekel aan als aan mijn knieën zitten. Zeg, Marie. Wat is er? Je hebt zin aan een sinaasappeltje. Goed. Hier is er een. En zo kan ik hem toch niet opeten? Maak hem nou schoon. Oh nee. Vind ik een afschuwelijk werk. Oh, ik ook. Geen schillen op de grond gooien, hoor. Marie? Ja? Hoe ziet het er al? Jij komt!
Parijs, een ideale stad voor schrijvers. Om de 10 meter is er een café waar je dat ongestoord kunt doen, schrijven. Een grootschrijver, Oscar Wilde, woonde toen hij nog jong, rijk en succesvol was, vaak in dit hotel aan de Quai Voltaire. Toen een bezoeker zijn riant uitzicht prees, zei hij: een gentleman kijkt nooit uit het raam. Na de vredegevangenis in Engeland woonde hij in een armzalig hotelletje in de Rue des Beaux-Arts. Dat is nu, voor snobs only, veranderd in pure luxe. Als je één nachtje wilt slapen in de kamer van Oscar, krijg je deze sleutel. Maar dat nachtje kost je 1300 francs. Een duur dutje. Wat zou die er zelf om gelachen hebben, Oscar? Vijfentwintig jaar later zat hier, in de Jardin du Luxembourg, wel eens een andere schrijver, Hemingway. Hij woonde, jong, nog onbekend en berooid, met vrouw en baby in Parijs. En als hij hier, naast de kinderwagen, naar de duiven zat te kijken, was er die dag geen geld voor eten in huis. Hij wachtte tot de agent, die toezicht hield, even een glaasje ging drinken. Dan greep hij een sappige duif, draaide hem de nek om en schoof hem in de kinderwagen. En dan aten ze die dag vrolijk duif. In een boek van Oscar Wilde dat ik hier op de boekenmarkt in Den Haag eens kocht, schreef hij, of critici te koop zijn weet ik niet, maar naar hun uiterlijk te oordelen kunnen ze nooit duur wezen. Guimpe Stuyveling, de dichter, was toen hij mijn puberteitstukjes uit de schoolkrant in een lange brief beoordeelde, een zeer milde criticus. Maar je hebt lezers en lezers. Niet alle lezers hebben dezelfde normen. Nee. Dat is niks voor mij. Dat lees ik niet uit. Dat breng ik zo weer terug naar de bibliotheek. Want daar ben ik lid op. Daar heb ik een kaart van. En een catalogus. Die draag ik altijd bij me. Ja, het is geen grote bibliotheek. Dat zie je wel. Het is een sigarenwinkeltje. En die vrouw heeft er een bibliotheekje bij. Nou weet ik precies wat jij denkt. Jij denkt een stille knip. Nee hoor, ik weet niet eens wat het is. Op jouw jaren weet je dit niet. Heb je niet geleefd, man. Wij spreken van voor de oorlog. Dat je van die kleine sigarenwinkeltjes. En dat noemden ze een stille knip. Je kon dan naar binnen gaan, een sigaartje kopen of een zakje BZK, dat was ook goed. Maar achter de toonbank stond een vrouw. Een nogal smakelijke vrouw. En als je nou trek kreeg in die vrouw, dan gaf hij dat te kennen. En dan nam ze je mee naar achteren. Maar eerst deed ze de winkeldeur op de knip. Daar komt die naam van dan. Stille knip. Ah, op die manier. Ik ben toen de tijd wel eens meegegaan naar achteren. Eerlijk is braaf. Ik was jong, het was nog voor de oorlog. 5 gulden kostte het. En na afloop kreeg je een kopje thee van haar met een zelfgebakken boterbiesje. Dat was bij die 5 gulden inbegrepen. Ja, klinkt nou spotgoedkoop. Maar ik spreek van lang voor de muntontwaring. Maar dat stuk is af. Ik heb nou heel andere vermaken. 'S Avonds kijk ik naar de televisie. En overdag mag ik graag rustig zitten lezen. Hier in de hort is het Botanicus. Omringd door exotische gewassen. Dan haal ik dus mijn boeken bij de sigarenwinkel. En die sigarenwinkel wordt gedreven door een heel oude weduwvrouw. Die denkt er zelfs niet meer aan.
Nou heb ik die catalogus bij me, maar schrijversnamen zeggen mij niks. Ja, Herman Heijerman zijn multitule, die ken ik natuurlijk. Maar die ben al lang geleden komen te overlijden, dus er zijn geen boeken meer van voorhanden. En die tegenwoordige schrijvers, dat is één toet mem. Dus wat doe ik? Ik ga op de titels af. Want elk boek heeft een titel, niet waar? Dit boek bijvoorbeeld heet Edna de Droomvrouw. Toen ik dat las in de catalogus, Edna de Droomvrouw, toen dacht ik bij mezelf, daar zou voor mij wel eens een zeker divertissement in kunnen schuilen. Maar nee hoor. Weet je wat het bezwaar is van dit boek, meneer? Geen flauw idee. Dan zal ik dat u vertellen. Het is een vrolijk werk. Nou hou ik niet van een vrolijk werk. Het is niet naar het leven. Toch heb ik het voor de helft uitgelezen. Want je hebt al boeken die beginnen vrolijk. Over mensen die het goed gaat en die niks te mopperen hebben. Maar na 20, 25 bladzijden begint de narigheid. Kijk, en daar mag ik graag over lezen. Narigheid van andere mensen. Maar in Edna de Droomvrouw blijft het vrolijk. En dat moet ik niet. Als ik alles maar lees over bemiddelde mensen die zo'n lollende leven hebben, dan word ik knorrig. Van afgunst. Heerlijk is braaf. 62 ben ik nou. En ik loop al een tijdje in de WHO. Maar als je mij nog vraagt, Koos, sop jij vet? Dan moet ik zeggen, nee, brave man. Koos, sop niet vet. Goed. Als ik dus een boek lees, wil ik dat het me tevreden maakt. Nou staat hierin een werk en dat heet De Herberg met het Hoefijzer. Dat zal ik nooit lezen. Ik heb mijn leven lang in de horeca gewerkt. Dan ga ik niet lezen over een herberg. Dat vertreedt me niet. Geen slagersvrouw eet een bal gehakt. Maar hier staat een ander boek. Lord Gordon stierf. Kijk. Dat wil ik wel eens proberen. Want het gaat natuurlijk over een lord. En een lord is rijk. Die woont in een kasteel. En als hij even met zijn vingers knipt, dan komt er een lakei en die brengt hem zijn borreltje. Op zichzelf vind ik het niet plezierig om te lezen. Want ik woon niet in een kasteel en ik heb geen lakei. Maar opgepast, er staat Lord Gordon stierf. Stierf. Dat betekent dus dat hij met al zijn centen toch kapot ging. En misschien wel onder zeer onaangename omstandigheden. Kijk, dat wil ik nog wel eens hier in de hortus op een gebakje zitten lezen. Dat interesseert mij. Daarom keek ik ook vroeger s'avonds elke keer naar de Dallus. Ook allemaal schatrijke mensen. Maar de een had nog een grotere mak als de ander. Erfelijke ziektes. Onvermogen tot het krijgen van een kind. En die J.R., dat was een boef. En die vrouw van hem, lekker wij voor, dat was een dronken droppie. En die andere griet, ook mooi hoor, dat bleek een natuurlijk kind te zijn, voorgekomen uit de heffen des volks. En die oude kooiboy, die lange, Jok heette die, die is lang overleden. Weet je dat? Nee, dat wist ik niet. Ja, dat stond in de krant. Die man is al jaren dood en begraven. Maar hij wordt toch telkens op de hele wereld nog steeds afgedraaid. Het is wel. Kijk, dan denk ik bij mezelf. Net zoals bij Lord Gordon. Jij mag dan wel rijk zijn, maar je ging toch de pijp uit. En Koos is arm, maar die staat nog gezond op zijn pikkels. Over arme mensen wil ik ook wel lezen. Maar dan moeten ze nog armer zijn dan ik. En echt in de goot liggen kreperen van de ellende. En vreselijke ziektes krijgen. Ja, daar mag ik graag over lezen. En als ik dan uit heb, dan denk ik, ach Koos, je hebt het niet breed. Maar zo erg is het ook weer niet. Begrijp je wel? Kijk, ik zeg altijd maar, een boek, dat moet je iets geven. Vreemdelingen gaan in Amsterdam naar de nachtwacht.
Ik zou ze ook meenemen naar de voetgangerstunnel onder het Waterloopplein. Die is door onbekenden helemaal volgeschreven en volgeschilderd. Graffiti is vaak slagvaardig. Onder deze slogan schreef een geïnspireerde Amsterdammer Heter Hetero. Mijn vulpen doet dag in dag uit zijn best, want hij moet alles inventariseren. Als ik iets zie dat hij wil kopiëren, dan krijgt hij een erectie in mijn vest. Zo zei ik het eens op rijm. Maar soms hoef ik niets te kopiëren. Soms schrijft het verhaal zichzelf. Tot even over 10 op Hilversum 2, het programma van de NOS. En eerst krijgt u ochtendgymnastiek van Riet Vastenhout. Morgen, Jan. Morgen, meneer. Geef me een pils van je. Nog geslapen vandaag? Ik liep vanmorgen om 7 uur al op straat. Ja. Hoefde we nergens meer naartoe? Hey, ik hoef nergens meer naartoe. Maar ik word vaak om 6 uur wakker, zie je. Blijf ik dan liggen, met mijn ogen dicht. Ja, dan ga ik piekeren. En dan draag ik overal de schuld van. Tje. Allerlei dingen komen dan in me op. Ik noem maar wat. De dood van mijn vader. Ik was 17 toen die ging. Dat is 50 jaar geleden. En ik woonde nog thuis. En als ik in het bed lig, zo tussen slapen en waken, dan komt dat allemaal terug. En dan draag ik overal de schuld van. Gek, hè? Ja. Het ziekbed van mijn vader stond in de huiskamer. Op een middag, mijn moeder deed boodschappen, kwam een specialist. Die was er door de huisdokter bijgehaald. In een koffer had hij een toestel bij zich en daarmee onderzocht hij mijn vader. Dat was een kortaf man die tegen ons snauwde. Toen hij klaar was, liet ik hem uit. Bij de deur zei hij: jonge man, het is heel ernstig. Ik kan geen hoop geven. En ik antwoordde: ja, meneer. Meer niet. En ik voelde niks. Terwijl ik toch hield van mijn vader. Gek, hè? Toen ik terugkwam in de huiskamer, vroeg mijn vader: wat zei die vent? En ik antwoordde: alles komt weer in orde als je maar geduld hebt. Wat moest ik anders zeggen? Ja, dat zeg ik nu, terwijl ik hier sta. Maar in bed, zo half wakker, dan weet ik dat het helemaal verkeerd was dat ik het zei. En dan voel ik me er schuldig om. Gek, hè? Ja, gek. Nou had die specialist een receptje geschreven. En mijn vader vroeg: wil jij dat even halen? Ik zei: goed. En ik ging het huis uit. Maar buiten liep ik doelloos door allerlei straten. Ik ging niet naar de apotheek. Ik was versuft. Een uur later kwam ik thuis. En mijn vader vroeg: heb je het gehaald? Nee, zei ik. Ik ben het vergeten. Hij ging rechtop in bed zitten en riep: vergeten. Dat gezicht van hem, dat zie ik nog voor me. Toen ben ik het maar gauw gaan halen. Tja. En nog iets. We hadden een nachtverpleegster genomen. Dat had ik voorgesteld. Doe dat nou, moeder, zei ik. Maar al de tweede nacht maakte die vrouw ons wakker. Ze zei: het is niet goed met meneer. Toen we bij zijn bed kwamen, zei mijn vader tegen mijn moeder: ik ga, Marie. Voor
Voor jou spijt het me. Zijn hoofd viel opzij. En hij was dood. Mijn moeder begon te snikken en riep... Die eenzaamheid, daar kan ik niet tegenop. En ik zat op een stoel naast haar. En ik huilde niet. Ik heb helemaal niet gehuild. Ook niet op de dag van de begrafenis. Voor de rijtuigen kwamen, zei mijn moeder, kom jongen. We gaan afscheid nemen van vader. Hij lag opgebaard in de voorkamer. En we gingen naar binnen. Hij zag er heel anders uit. Veel magerder in zijn gezicht. Mijn moeder ging naast de kist staan, boog zich voorover en kuste hem op zijn voorhoofd. Heel plechtig. Een klein, dik vrouwtje was ze. En ik stond er maar bij. En dat komt 's ochtends allemaal in me op. Het vergeten receptje en die nachtverpleegster die ik niet had moeten voorstellen. Want als we zelf gewaakt hadden, misschien had hij wat meer gezegd dan alleen maar dat ene zinnetje. Allemaal mijn schuld. En huilen kon ik ook niet. Kijk, en daarom ga ik er maar liever uit als ik om 6 uur wakker word. Want als ik op straat loop, dan is het allemaal niet meer zo verschrikkelijk. Dan zie je het nuchter. Maar lang zijn de dagen wel. Verdomd lang. Schuldgevoel, dat had die man in dat café. En het kostte me geen moeite zijn verhaal op te schrijven, want de man die door Paul Steenbergen werd gespeeld, dat was ik zelf. Maar alles gaat voorbij, ook schuldgevoel, en in 1972 publiceerde ik een bundel onder de bepaald optimistische titel Ik mag niet mopperen. Ik stond er zelf buitenop, omringd door de 6 redenen waarom ik niet mocht mopperen. Namelijk mijn 6 vrolijke kleinkinderen. Kijk, zo zag dat boek er in 1972 uit. Maar toen het in 1977 toe was aan een 6de druk... toen klopte die foto helemaal niet meer. Want ze waren gegroeid en veranderd en bovendien had ik er 2 Koreaanse kleindochtertjes bijgekregen. Dus weer kwam de fotograaf en in 1977, toen zag het omslag er zo uit. 1 opa omringd door 8 kleinkinderen die alle 8 hebben gezeten op dit paard dat bij mij in de huiskamer staat, zolang ze er tenminste klein genoeg voor waren. En nu, ja, nu zijn ze eigenlijk weer veranderd. Weer klopt dat omslag niet meer. Dus... Hallo. Hey, jongens. Tessa. Daar. Daar, lieve Paul. Hey, jongens. Hallo. Hallo. Zeg, er moet een nieuw omslag gemaakt worden voor de boek. Want jullie zijn allemaal weer zo veranderd. En dan zijn jullie weer uitgegroeid uit deze foto. Simon? Ja. Jij is oudste. Jij moet maar zorgen dat dat ongeveer er net zo uitziet als op dat boek, hè? Ja. En ik hoop dat ze dat... Goedenavond, dames en heren. We hebben bij hoge uitzondering de trouwe zaal van Singer in Laren verwisseld voor het grote nieuwe De La Mar Theater in Amsterdam. Waar de trams op dit moment voorbij razen, maar waar het binnen heel stil is. Het nieuwe De La Mar Theater om echt in de cabaret-atmosfeer te komen. Want u weet het, hier vieren de grote van dit métier hun triomfen. Gisteravond is er hier een voorstelling geweest. Nu is de zaal leeg en het podium is ook bijna leeg. Op enkele requisieten na die toebehoren aan het cabaret herexamen van Wim Kan en Corrie Vonk. Het woord herexamen is prachtig van toepassing op dit programma, want de vakmensen die hieraan hun medewerking verlenen,
bewijzen al jaar in jaar uit summa cum laude te slagen voor dat examen. Maar we zullen ze vanavond nog eens theoretisch aan de tand voelen. Over het cabaretliedje. Ik heb u al de naam van Wim Kan genoemd, hij is hier aanwezig. En dat zal u dus bepaald niet verwonderen ook Ru van Veen achter de vleugel aan te treffen, die hier zo fraai zit te preluderen. Meneer Van Veen, hoeveel jaren bent u al de trouwe begeleider van Wim Kan? Dat is 52-10 jaar. Nou, zou u bij benadering kunnen zeggen hoeveel liedjes er in die tijd zijn ontstaan? Het is heel moeilijk te zeggen hoor, maar dat zullen er wel... Honderden? Ja. Honderden. Dan bent u dus bij uitstek de man om ons te vertellen hoe zo'n liedje nu precies tot stand komt. Ja, hoe het precies tot stand komt is niet zo eenvoudig te zeggen. Het is namelijk... De melodie prevaleert voor mij. Ik heb graag een prachtige melodie. Wim Kan heeft ook graag een mooie melodie. Maar het woord is voor hem belangrijk. Ja. Wie begint er nu van u tweeën? En nou, het is gewoon een samenwerking. Ik krijg zijn tekst op een bandje toegestuurd. En probeer daar een zo mooi mogelijke melodie te maken. En verander er meestal naderhand iets waardoor het woord beter tot zijn recht komt. Bijvoorbeeld het liedje waarmee hij nu zijn optreden begint in dit herexamenprogramma. Dat is examen. Tentamen. Examen, herexamen. Ja. Dat is dus een soort climax, hè? Ja. Waarmee je zich dus aan het publiek voorstelt en zegt dat je dus tentamen doet, dan examen en dan herexamen. Dat is een liedje, dat kan ik niet zomaar vlot maken voor hem. Als je de tekst voor je ziet, zou je denken, je kunt iets doen met... Ja. Heeft hij niets aan. Het is te snel, hij kan met het woord niets doen. Het moet zo zijn. Tentamen, examen, herexamen. En dan komt er nog een zinnetje. Een uur lang in een huurjacket. Dan heeft hij dus de zaal kunnen zeggen wat hij wil. Dan heeft hij deze ruimte, deze pauzes heeft hij nodig. Dus dat is het compromis wat we moeten sluiten. Ik heb wel graag een liedje wat meer in tempo gaat. Maar hij heeft graag een liedje waarbij de zaal goed begrijpt wat hij bedoelt. Ja. En waarbij de melodie dus ondersteunt. Wie wint het? Of is het meestal een gelijkspel? Een gelijkspel is het. Dat is de ideale vorm natuurlijk. Ja, dat is de ideale vorm, ja. Ja... En moet u nou bij het conciperen van de melodie ook nog rekening houden met typisch vocale factoren? Dus zeggen dat is te hoog voor hem, of die wending kan hij niet maken? Ja, meestal als we repeteren zegt hij het is veel te hoog. En als we het s'avonds in de zaal doen dan zeg ik nou ik zal vanavond laag spelen voor je. Maar ik speel het in werkelijkheid niet lager, nooit lager. En dan zegt hij ja, het zat toch wel goed. Dus s'avonds is een stem opgewarmd en kan hij 2 tonen hoger zingen dan 's middags tijdens de repetities. Ja, want in doorsnee zijn deze liedjes bepaald niet makkelijk om te zingen. Ze zijn niet makkelijk om te zingen. Om nog eens terug te komen op dat waarbij het woord dus prevaleert. Een liedje wat schijnbaar dus wel vlot doorloopt. Het is dit.